Kijk, dit vind ik een heel mooi tuintje. Ja, nou, elke hond heeft dus nagels. Zoals deze bij haar. Ja. En deze onderkant is dus... Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Hoe toevallig. Het is vandaag alweer donderdag 5 augustus 2021. Ja, gaat hard. En het is alweer 12:30 geweest. Dus Rob mag ook zo meteen weer lekker naar zijn werk. Oh, nee, die ziet er niet meer uit. Oh, ho, ho, ho. Oh, oh. Maar oké. Wat ik allemaal ga doen vandaag. Ik zou zeggen, gewoon lekker blijven kijken. En dan wensen we jou en jullie... ons heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, plassen moet ook gebeuren. Kijk, dit vind ik een heel mooi tuintje. Met dat blauwe. En dan dit ook weer. Zo mooi. Ja, nou, ik heb even iets bij me. Dat is dus een rijstkoker. Die had mijn buurvrouwtje gekregen voor haar verjaardag. Want ze is vandaag jarig, dus gefeliciteerd. Maar deze moet ik even terugbrengen. Want die gebruikt ze niet. Heeft ze ook eerlijk tegen degene gezegd van wie ze het heeft gekregen. Dus ik moet deze even wat terugbrengen en geld terugvragen. Dus dat ga ik ook even doen voor haar. Vind ik helemaal niet erg. En dan straks om 2 uur komt Karin. Dus ik ben benieuwd wat we dan gaan doen. Ik wil het wel even uit. Waarschijnlijk even, misschien even naar de IKEA zo. Er zat even een haartje op mijn scherm. Maar Roos al naar zijn werk. En ik ga dit even doen. En bij ons leuke, mooie winkelcentrum. En dan zien jullie mij straks wel. Oh, ja. Zo, nou. Die snelkoker die is teruggebracht. Ik heb het geld. Ze deden een beetje moeilijk, want het moest eigenlijk weer terug op dezelfde bankrekening gestort worden. Nou, dat is al een beetje moeilijk, hè? Ja. Want diegene was er nou niet bij me, maar oké. Maar ik heb het in mijn handen, dus dat wordt zo meteen weer terugbrengen naar mijn buurvrouwtje. Dat ga ik ook netjes doen. Dus ja, dus dat. Helemaal goed. Kijk eens hier. Wie daar lekker ligt. Oh, wat lief. Nou, ik ga even een lekker bakje cashewnoten pakken. Ook erg lekker. En op de balkon ligt Lady en Lovely. Oh, kijk dan. Kijk dan. Oh. Hey, Missy. Waar is ze? Waar heb je pijn? Mama kijken, ja? Nou, ik ben eventjes weg geweest met mijn buurman. Want ik moest even wat halen bij de IKEA. Ik heb daar niet kunnen filmen, want het was gewoon ja, niet druk. Maar ik had maar een bepaalde tijd om het zo maar te zeggen. Maar ik ga het zo meteen even aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Want ik ga misschien of straks en anders morgen, dan ga ik de hondenkasten even opruimen. Want dat is heel erg een grote drama eigenlijk, zou ik bijna willen zeggen. Dus... nou, niet een drama, maar het is gewoon overvol. Dus ik ga het even eigenlijk opruimen. Maar ik weet niet of ik het vandaag ga doen. En anders ga ik het zeker gewoon morgen doen. Dus ja. Ja, nou, Lady heeft eigenlijk al de hele dag een beetje pijn aan haar rechter achterpoot. Vanmiddag mocht ik er gewoon echt niet bij. Maar nu mocht ik er wel bij. En ik heb het een beetje in moeten zwachtelen. Zoals je kan zien. Bij dat poot. Loffie, wat? Nou ja. Dat hebben jullie dus nu kunnen zien. Maar ik laat even eigenlijk zien aan een andere nagel waar ze last van heeft. Dus ja. Dus ja, dus dat. Nou ja, dus niet dat. Maar kijk, deze voetje die ik in heb geswaggeld. Deze. Daar heeft dus pijn. Dus, en dat is niet zo leuk. Nee. Ja, nou elke hond heeft dus nagels. Zoals deze bij haar. Ja.
En deze onderkant is dus bij een van die nagels eraf. Dus zij zit iedere keer in bij het leven helemaal te slubberen. Dus ja. Dus dat doet auw. Ben je er weer? Oké. Okay. Dus ja. Daarom heb ik het even ingeswachteld wat daar is. En dan gewoon kijken hoe ze straks doet vanavond. Ja, arme ziel. Joh. Is niet leuk hè, ouw hebben. En nou kun je er niet meer bij. Nee. Nee. Ja, gewoon even kijken. Ja. Nou, Ro is even met de zusjes uit. Ik ben zo moe. Als ik weet niet wat. Dus even kijken of Ro er al aankomt. Het is eigenlijk ben moe. Maar ja, dat is hij ook. Dus dat scheelt weer. Heel erg. Oh, hij is een beetje moe. En dan moet ik Lady haar poot weer eventjes in zwachtelen. Want die heeft ook echt pijn aan het voetje. Dus dat is ook gewoon, vind ik, zielig. Maar ja. En ze kijkt gewoon zielig. Zal ik het zo zeggen. Dus ja. Maar ja. Ik wacht nog even op Ro, want de zusjes die mogen wel los van mij, maar Lady even niet. Ro die zou ook haar in de gaten houden met lopen, dus ja. En ik weet ook dat Ro gewoon heel goed is voor de dieren. Dus, maar ik moet haar een beetje wat meer in de gaten houden, Lady. Dus.